Eerst nog even een zaak die zich afgelopen jaar afspeelt en die we heel graag voor het heel dappere slachtoffer willen oplossen. Het slachtoffer is namelijk een mevrouw van 80 die zo boos was toen ze werd overvallen dat ze de veel jongere dader aanviel. 24 augustus zien we hier over de parkeerplaats van de Jumbo de 80-jarige mevrouw naar haar auto lopen. Het gaat allemaal niet meer zo snel en soepel, maar gelukkig lukt het haar nog prima om voor zichzelf te zorgen. De dame woont alleen in dit vrijstaande huis aan de Spoorstraat. Het huis is al jarenlang in de familie. Vlak erachter staat een klein fabriekje dat inmiddels leeg staat. Hoe laat ze bij haar huis aankomt, weet ze niet precies. Ze hoeft op haar leeftijd niet meer zo op de tijd te letten. Waarschijnlijk is het rond 10:30. Het is een vast ritueel. Eerst de spullen naar binnen, alles uitpakken en op het gemak alles inruimen. Ze heeft niet door dat er iemand naar haar bijkeuken komt. Dit is een overval. Waar is je geld? Kan je even? Rustig. De vrouw reageert meteen. Ze is boos en laat dat luid merken ook. Hoewel er een dertiger tegenover haar staat, weigert de vrouw zich zomaar over te geven. Maar hij is veel te sterk. Ook al kan ze bijna niet meer, ze blijft zich verzetten. Het maakt de man razend. Terwijl ze geen kant meer op kan, wordt ze door de man besprenkeld met een vloeistof. Maar dan weigert de aansteker. Hoe die ook dreigt, ondanks al het geweld, er is geen geld in huis. Dus de vrouw kan ook niks geven. Eindelijk stopt hij met mishandelen. Ze is nog bang dat hij haar de kelder in zal gooien, maar ze mag voorzichtig de trap af. Hij rommelt nog wat en laat de vrouw dan achter. Ja, toevallig weer een zaak bij u in de regio, meneer Van Hooijdonk. Die mevrouw is dus achtergelaten in die kelder, opgesloten. Het heeft nog best lang geduurd voordat er hulp kwam. Ja, die overval die begon zo rond 10:30, die woensdagochtend 24 augustus in Roosendaal. Maar het heeft toch wel een paar uur geduurd voordat het slachtoffer zichzelf wist te bevrijden en ook weer helder genoeg was om een familielid te bellen. En pas tegen 2:30 was er echt hulp bij haar. Ja, en toen was ze nog wel heel erg dapper, net als tijdens die overval zelf eigenlijk. Want ze vond het in eerste instantie maar onzin om de politie nog te bellen, omdat de dader toch al weg was. Nou, we gaan in ieder geval vanavond proberen om die dader echt te vinden. En inmiddels is het besef ook wat meer ingedaald dat het echt heel erg is geweest. Zeker, want ze slaapt al maandenlang slecht. En dat is eigenlijk ook niet verwonderlijk als je ziet hoe die overvaller tekeer is gegaan. En daar hebben we niet eens alles van laten zien. Hij heeft een stoel op haar gedrukt. En terwijl zij al vastgebonden op de grond lag, heeft hij nog geprobeerd om een tafel op haar te gooien. Maar dat mislukte, omdat het tafelblad losliet. Ja, en dan was er ook nog die dreiging van het in brand steken. Ja, en waarschuw even, we hebben een foto. We hebben het dus over een fragiele mevrouw van 80. En zo zag haar arm eruit nadat die man haar had aangepakt. Over haar hele lijf had ze dit soort kneuzing. Echt vreselijk om te zien. Je vraagt je altijd ook weer af, wie is er in staat om zoiets te doen? Wat weten we van die overvaller? Ja, de dader is vermoedelijk een blanke man. Zo'n jaar of 35, maar ze heeft niet zoveel van zijn gezicht kunnen zien omdat er een lap voor zat. Hij is vrij lang, zo'n 1,80 meter, 1,90 meter. En hij had die woensdagochtend een rode honkbalpet op met kleine witte letters. Nou, verder droeg hij een wit t-shirt met zwarte opdruk en donkere hoge wandelschoenen. En verder sprak hij Nederlands en het klonk volgens het slachtoffer alsof hij daar uit de buurt kwam. Ja, we kunnen niet genoeg tips over deze man krijgen. Geef ze door op 0800-6070. We willen natuurlijk ook tips van mensen die misschien hebben gezien rond de Spoorstraat, daar in Roosendaal. Woensdagochtend 24 augustus. De overval begon zo dus rond 10:30. Ja, meneer Van Hooijdonk, al dat geweld, al dat dreigen. En wat is er nou uiteindelijk meegenomen? Nou, hij heeft zeggen en schrijven een tasje met 20 euro en wat pasjes meegenomen. Dus wij vragen ons ook echt af waarom hij juist dit slachtoffer heeft uitgekozen. Ze woonden weliswaar in een vrijstaand huis, maar die fabriek daarachter die staat al jarenlang leeg. En in het huis staan helemaal niet veel waardevolle goederen. Dus het zou best eens zo kunnen zijn dat hij haar gewoon heeft uitgekozen, hè, omdat ze wat kwetsbaarder en oud is. Nou, we zijn dan ook nog benieuwd of hij misschien toch het slachtoffer of dat huis al langere tijd in de gaten gehouden heeft. En misschien zelfs al toen het slachtoffer aan het boodschappen doen was.
Laat van u horen als u ook maar iets denkt te weten. We zoeken een dertiger, misschien uit de buurt daar. Iemand die dus razend wordt van tegenstand en ook tegen een vrouw van 80 fors lichamelijk geweld gebruikt. Doe hier iets aan. Het signalement van die overvaller staat op onze site. Anoniem tippen. Dat kan ook op 0800 7000 of bel dus hier meteen in de studio met de politie.